Mijn naam is Martine Veger en ik ben auteur van Superkracht. Wat de omslag heel mooi laat zien, vind ik, is dat je zelfs als een organisatie echt heel roestig is en heel erg vast zit, dat je dan toch beweging kan krijgen. En niet door de manier die we gewend zijn, namelijk heel hard werken, wat heel veel leidinggevenden doen, maar juist op een andere manier je energie inzetten. En wat ik heel mooi vind aan die omslag, is dat het ook met een beetje liefde is. Dus dat je je energie anders inzet en dat je daardoor beweging krijgt. Het is voor heel veel leidinggevenden moeilijk om niet hard te werken. Want dat is eigenlijk wat ze vaak hun hele leven hebben gedaan. Ze hebben heel hard gewerkt, zijn vaak heel ambitieuze mensen. Dus het heeft ze ook heel veel gebracht, altijd, om heel hard te werken. Maar door dat harde werken komen ze eigenlijk met medewerkers in een visuele cirkel terecht. Want doordat zij heel hard gaan werken en eigenlijk als een soort superheld ervoor zorgen dat het altijd goed komt, hoeven die medewerkers dat niet te doen, want die leidinggevende heeft het al opgelost. En doordat die medewerker eigenlijk achterover gaat leunen, gaat die leidinggevende nog harder werken. En doordat die leidinggevende nog harder gaat werken, gaat de medewerker meer achterover leunen. Ik help ze met twee dingen. Eén, met het in de kast hangen van die superheldencape. Als leidinggevenden zien dat zij zelf die visuele cirkel in stand houden, waardoor medewerkers geen eigenaarschap nemen, dan kunnen ze die cirkel ook doorbreken. En het tweede waarmee ik ze help is met het anders inrichten van de organisatie. Want die is vaak nog heel top-down ingericht. En in zo'n top-down context is het heel moeilijk om coachend en faciliterend leiding te geven. Dus ik help ze om die organisatie echt anders in te richten, waardoor de organisatie echt gaat werken.